Dat was echt hoog, die trak. Ja. Oh. Ze hebben de brandweer weer opgeroepen. Ja, dat hebben ze allemaal gedaan. Toen zijn ze weer gekomen, de brandweer. Dus hoe laat waren ze al? 10:04 is begonnen. 10:04. En toen zijn de maaldag naar huis toe gegaan en is de brandweer opnieuw begonnen. Ja. Snap je? Ja. Niet aan het werk vandaag, toch? Ja, wel aan het werk. Wel aan het werk? Maar niet hier. Niet hier, oké. Okay. Is de brand onder controle op dit moment? Zeker. Het bleek vannacht, geloof ik ook. Het is vroeg begonnen, begrijp ik. Het is om 4:00 kregen we de eerste melding van een brand bij aan het Meidenplein. Ja. Het bleek een brand te zijn bij slagerij Van den Berg. De brand was in de winkel in de meterkast. De brand was niet doorgeslagen naar andere winkels. We hebben de brand toen volledig geblust, zelfs nakontrole gedaan met de eigenaar mee in de winkel. Hebben we niks aangetroffen, alleen de dakconstructie die is van hout. En met gezien de wind, ik vermoed dat de oorzaak is dat er hier nu weer staan. Want ik heb ook getuigen gehoord die zeggen van het was één vonkje en daarna was er in één keer een lichte laaien volop in de hens. Dus ik vermoed dat de reden is, we gaan onderzoek doen wat de reden is dat we nu weer een brand hebben hier. Maar ik vermoed dat het een constructie is, met name van de dakspanden. Hoeveel panden zijn er hebben schade? Nou, de schade is hetzelfde als vannacht. Dus Van den Berg die is uitgebrand. De winkel daarnaast, dat is volgens mij die kledingwinkel, die heeft rookschade. Ja. De Mitra heeft nu ook een kleine doorslag gehad, brand binnen, heeft ook rookschade. En de winkel daarnaast, dat is Bakkerij Jonker volgens mij, die heeft ook rookschade. Dus er zijn niet meer winkels getroffen dan vannacht gelukkig. Jullie waren er snel bij? Ja, we waren nog natuurlijk zender nog. Ja. Dus we waren gelijk weer terug, gelukkig. Ja. En hoeveel mensen zien jullie uitgerukt? Het was nu Hattembroek. Hattem en Oldenbroek zijn hier geweest. Ik zag ook Zwolle staan. Ja, dat was de Hoofdberger van Zwolle. Alleen de Hoofdberger van Zwolle is geweest. Oké. Nou, vrienden, bedankt. Graag gedaan.